Goedemorgen allemaal. Het is bijna begin oktober en dan is voor mij eigenlijk een teken dat de snoektijd weer begint. Ik vis veel in de polder zoals jullie weten, dus ik kan weer helemaal mijn ding gaan doen. We hebben nu denk ik 20 meter gelopen en ik verspeel net al de eerste vis. Ik denk een centimeter of 75 op 30 centimeter water. En ja, daar doe je het natuurlijk voor als je in de polder vist, want de aanbeten zijn gewoon gruwelijk gaaf. Dus ja, we gaan vandaag weer beginnen met het serieuze snoeken eigenlijk. De temperatuur gaat eindelijk naar beneden, dus het is weer verantwoord. Dus ja, we gaan er wat van maken en hopelijk wat mooie vissen voor de camera houden. Dus veel kijkplezier. Hallo allemaal. Nou, dat was weer even mooi, of niet? Hij schrok vanuit de kant. Hij schoot weg. Ik gooide er overheen en dan had het gelijk. Ja, hij zegt die pakt hem toch niet. Ik denk nou, niet is een poldervis, je weet het niet, hè? Nou ja, één keer gooien en gewoon hangen natuurlijk. Je BBZ houden. Ik had hem voor. Je had ooit een BBZ, ja. Hoe gaan we dat regelen, Lucas? Ja, of hopen dat we los zien. En dan hier kan het niet bij. Oh jongens. Wij zien daar een snoek. Ja, ik heb hem even raar beet, maar het is even niet anders. Hele mooie. Het zit me vandaag niet mee. Drie grote vissen gemist. En nou ja. Ik denk dat dit mijn troost is, maar hij zal... Goede vissen, eentje ik denk ja 95, misschien groter richting een meter, alles lossen. Ja, mijn troost, dat zijn allemaal zulke snoepjes, maar ja, gewoon maar bij elkaar optellen denk ik. Dat was echt de ziekste aanbeet van de dag. Je zag hem echt helemaal komen, hè? Zo, helemaal de zijkant. Enkel haak, hè? Nou, een visje van ik denk 65. Super veel planten hier. Dus wat we doen is gewoon de hele tijd die spinnenbeets gooien en dan hopen dat er een uit de planten schiet. Maar hij zal zich weer flink aan aanspannen, dus hij gaat gauw terug. Ik moet hem even een stukje gooien, want anders zwemt hij gelijk in de zooi. Een dolfijn. Oh, hij schoot al weg.